is jongens Bollepop 2023 en ik denk, nu is er nog niemand op het podium, dus ik ga hier even lekker staan met alle publiek hierachter. En dit jaar hebben wij iets nieuws. Ik draai gewoon om, want dan zien we publiek. We hebben de vragen voor de artiesten. Dus, iedere artiest die gaat straks een envelopje pakken en daar staan de vragen in. En die moet antwoord op geven. Dus ik ben erg benieuwd. En ja, wij lopen hier, we gaan echt backstage weer, hè? Dus ik neem jullie dus ook gewoon nu weer mee. Hier, voorzichtig, hier is een trapje. Dus moet je altijd voorzichtig zijn. Het is best een beetje donker. En dan lopen we er een gangetje heen en dan komen we in de artiesten. Een green room noemen ze dat dan wel. Hallo. Hoi. Kijk, hier zit iedereen lekker te eten en te drinken tussendoor. En dan... Jongens, volgens mij zijn de meiden van K3 die als eerste gaan optreden zichzelf al klaar aan het maken. En in de kleedkamer. Dus dit is heel bijzonder. Even kijken of dat ze... Jullie kijken eerst. Oh. Hallo. Zijn ze klaar? Dus denk je dat we naar binnen kunnen? Ja, oh, we mogen naar binnen. Ook fijn. Hoi. Hoi meiden. Wat zijn jullie mooi al. Nou, dankjewel. Hebben jullie er zin in? Heel erg veel zin in. Want dit is de eerste keer voor jullie, hè, op Bollepop. Ja, de allereerste keer. Zenuwachtig? Altijd een beetje. Ja, altijd. Maar gezonde zenuwen. Oké. Ja. Top. Hey, dit jaar hebben wij iets nieuws. Want wij hebben de vragen-enveloppen. En dat zijn vragen die door mij... en door de kijkers van Zon TV zijn bedacht. Mm-hmm. En jullie mogen met z'n allen één envelopje kiezen. Oeh, en die vraag mogen jullie gaan beantwoorden. Leo, spannend. Ja, Oké. Ik denk deze. Oké. Spannend. Lees je hem hardop voor? Ik ga het op mijn allerbeste proberen. Ja, er zit ook echt een vraag in. Oké. Van wie ben jij fan? Oeh. Ik lees er heel graag naar Boudewijn de Groot. Oh. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, al heel mijn leven van K3. Oké. Ik denk dat we dat allemaal gezien hebben. Ja. En verder ben ik fan van Queen. Oeh. Ik ga denk ik voor... ik moest denken aan Justin Timberlake, omdat ik die man heel goed vind kunnen zingen, maar ook goed kunnen vinden. Hij kan ook heel goed dansen. Ik ben fan van Dua Lipa. Oh, ja. Ze is echt wel een hele goede zangeres, heel tof mens, maar ook echt leuke muziek. Dus. Er is vandaag iemand, die vind ik toch ook wel erg, dat is een soort jeugdheld. Oh, yeah! Ik ken die altijd. Jochem van Gelder. We zijn allemaal een beetje fan van Jochem van Gelder. Maar Jochem van Gelder is hier vandaag. Ja! We kunnen niet wachten om hem te zien. Superleuk. Gaan we zoeken? Ja, let's go. Kom, we gaan zoeken. Jochem! Jochem er al? Is die er al? Nee, die komt kwart op straal, half één pas. Oh! Oh. Oh. Half één pas. Nou, je zoekt toch het staartje voor later. Gaan wij even lunchen. Wordt vervolgd. Ja. Nog, Jochem? Ja, toch eens. Ja, is het weer zover? Ja, het is weer zover. We staan heel erg in het donker. Het Bollepop journaal. Kom, ja. Kom in mijn hokje. In het kamertje van Jochem. Ja, kom hier in het kamertje. Hoe is het, Jochem? Want het is alweer een jaar geleden dat je hebt gezien. Ja, ik heb er altijd heel veel zin in. Ja. Maar dit jaar nog meer. Omdat er eigenlijk, kijk, zonder al die andere artiesten tekort te doen, maar dit zijn allemaal stuk voor stuk artiesten die hoog op mijn verlanglijst stonden. Ja. Kijk, K3 hier naartoe krijgen. Is heel bijzonder, hè? Dat is, ja, nou, dat is, kijk, de echte K3, dat lukt niet. Maar inmiddels is er een alternatief en dat is eigenlijk nog, ik durf bijna te zeggen, maar het is mooier nog, want er zit er een live band bij. Ja, en dan heeft echte K3 zet een bandje op. Precies. En die zingen een beetje en die playbacken een beetje. Maar dit is echt live, met band, alles erop en aan. Ja. En dan komen die 5 liedjes voorbij, maar dan komen misschien wel 20 liedjes voorbij in een medley. Ja. En ik ben, durf ik best te zeggen, gek op K3. Ik ook fan. K3 de top.
Nou, dan krijgen we Amar. Amar is natuurlijk de coming man. Mm-hmm. Hè? Ja. Die stond volgens mij 2 jaar geleden in Deventer nog in een shawarmazaak te zingen. En toen werd hij ontdekt. Sympathieke en leuke liedjes. Vincent heeft alleen maar leuke liedjes. Ja. En, ik bedoel, en die gaat ook al heel lang mee, hè? Die gaat heel lang mee. Dromedans is al volgens mij van 2010. Ja, moet je nagaan. Toen deed hij bijna mee met Songfish, wel net niet. Ja. Dus Vincent. En dan krijgen we dan ook nog een keer Brace. Ja. Nou, Brace heeft natuurlijk helemaal een bijzondere carrière gehad. Absoluut. Als een speer met Ali en de Lijpe Mokro Flavor, waar hij ook deel van uitmaakte. En daarna gewoon eventjes... Af en toe moet je rust hebben. Als je zoiets hebt gehad, dan moet je echt even een afslag genomen die hij misschien niet had moeten nemen. Toch weer terug op de hoofdweg. Wat knap is, hè? Wat knap is. Wat heel knap is. Dus goed. En dan eindigen we natuurlijk met onze vrienden van het feestteam. Tuurlijk. Dus ze dit jaar weer af, het feestteam? Die sluiten weer af. Dan horen ik ben al aan het voorgloeien. Ik heb er altijd veel zin in. Maar dit jaar heb ik er ongelooflijk veel zin in. Wauw. Ja, we hebben iets nieuws dit jaar. Want wij hebben vragen bedacht. Voor alle artiesten. En ben ik de eerste die er eentje mag kiezen? Nou, de K3 was al ietsjes eerder. Oh. Ja. Dus jij bent de tweede die er één mag kiezen. Nou, dan kies ik deze. Oeh, spannend. Waarmee kan je jou het beste verrassen? Oeh, Jochem van Gelder verrassen. Je kan mij verrassen natuurlijk altijd met iets lekkers. Vind ik altijd fijn, iets zoets. Nu is bijna, kijk, over een paar weken, over een maand komt Sinterklaas hier. Ja. Waar je mij dan in de Sinterklaasperiode mee kunt verrassen, bijvoorbeeld roomborstplaat. Kijk, dat borstplaatje is roomborstplaat. Onthouden, jongens. Roomborstplaat, daar kan je mij wel echt mee van de bakker. Van de bakker? Ja, de echte. Ja. Die zo smelten op je tong. Ja, die zijn wel goed. We hebben iets nieuws te melden. Dan wil ik even met Jochem, dan kun je misschien ook wel opnemen. Oh. We hebben geen bollepopje meer, maar een bollepop medaille. Wow. En die heeft de tinnengieter uit Alphen speciaal voor ons ontworpen en gemaakt, Jochem. Wat mooi. Dus die worden straks aan de artiesten overhandigd. Prachtig, hè? Een eigen huis, hun plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden komt. Waar ik dan in net iets vaker simpel en gelukkig was. Wow. Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Marinus is klaar, iedereen loopt naar de zaal. Dank. Ja, maar wij willen Marinus natuurlijk ook even iets vragen vanuit Zon-TV, hè? Voor wie? Vanuit Zon-TV. Oh. Wij doen altijd een backstage-verslag van Bollepop. Ja. En jij bent natuurlijk een van onze artiesten. Ja, ik mag mijn zusje. Lekker! Ja, iedereen is heel warm en ik ook. Ik ben een beetje aan het zweten zelf. Het is 30 graden hier binnen. Ja. Maar dat maakt helemaal niet uit. We gaan wel een feestje maken. Marinus, wij hebben hier enveloppen met vragen. Ja. En elk artiest mag er eentje pakken. En die vraagt die erin zit. Wie op moet je hebben? Durf jij hier aan? Tuurlijk. Hij is wel goed. Pakken we deze, de middelste. Oh, de middelste. Dat is de leukste. Yes. Ik ben benieuwd hoor, ik weet ook niet welke dat erin zit. Spannend. Nee, we pakken een andere. Nee, dat gaat niet. Oké, nou kijk jongens, kun je het lezen? Wat is jouw raarste eigenschap? Ja. Maar wat ik eigenlijk wel moet doen, is voordat ik uit bed kom, moet ik mijn shirt al aan hebben. Want als ik eigenlijk koud of zo. Ja, nee, dat is gewoon een gewoonte voor mij. Ik heb een shirt al aan en dan pas stap ik uit. Ja, dat is inderdaad wel een klein beetje gek. Ja. Je hebt vroeg erom. Ik had ook niet van een andere vraag gehad, jongens. Ja, maar, maar nou sta ik geschud. Wij weten het nu allemaal. Dankjewel. Graag gedaan. Ga je nog kijken? Hè? Ik ga wel even kijken, ja. Ik kom zo in de zaal. Helemaal leuk, gezellig. Doei, doei. Is hier het echt net zo leuk als dat jullie dachten? Ik was net de favoriete K3 van mezelf aan het opzoeken. Ja, ik denk dan toch, nog even terug te komen. Ja. Ik heb een schrift ingemaakt, ik ben uiteindelijk uitgekomen. Toch bij Hong Kong Weerling. Ja, leuk! Maar die kunnen we wel even zien. Ja. Weet je dat je om te spullen bent? Ik zou je bijna kunnen bijten. Waarom heb je mij nu zo verwend? Weet je dat je ontsnapt?
opgehaald door Ans, want blijkbaar is Amar al in het gebouw. Dus wij gaan er gauw achteraan. Dan gaan we kijken of dat hij er is. Amar, Amar is er? Amar is er, ik zie hem. Kijk! Hallo! Amar is er! Yes, ik ben er. Oh, wat fijn Amar. Ja. Welkom bij Wonderpop. Ja, welkom. Heb je er zin in? Ja, enorm. Ik zie het aan je. Ik heb mijn kleren bij me. Ik ga straks even lekker. Maar jij hebt al kleren aan, toch? Ja, ja, ja. Maar mijn performance. Ik heb daar een hele mooie witte blouse. Ja? Die ga ik aantrekken. Moet wel goed uitzien natuurlijk. Ja, voor iedereen van Wonderpop. Ja, 100%. Ja. En van Zon TV. Want dit komt achteraf erop te staan. De Zon TV. De Zon TV. Ja. Hey. Hallo, Zon TV. Amar, wij hebben dit jaar iets nieuws. Ja. Wij hebben vragen bedacht. Okay. Voor alle artiesten eentje. Oké. Okay. En jij mag zelf kiezen welke je wil pakken. Maar die moet je dan wel beantwoorden. Oeh, dat is een leuke. Nou, ik ben benieuwd. Wat wil je? Wat wilde je als kind worden? Oké, okay, dus toen jij klein Amarretje was, zeg maar zo klein zo. Nou, wat wilde je toen worden? Ik wil heel graag, want ik was een groot fan van, nog steeds, van Najib Amali. Ja? Ik wil cabaretier worden. En ik was 14 toen ik naar theaterschool ging. Ik stond altijd een 8 en 9 voor theater, maar voor al die andere vakken stond ik altijd een 4 of een 5. Ja, dan ben ik ook gaan zakken met mijn niveau. Ga ik altijd een cabaretier worden. Ja, dan zit je net onder de 6, hè? Ja. Maar ben je dan ook gewoon heel erg grappig? Ja, dat zeggen ze wel. Oké, okay, dan ga ik iets heel flauws doen, hè jongens. Let op. Vertel eens een grapje dan. Een grapje? Zo. Oké, okay, wacht. Dit is heel gemeen, dat weet ik ook wel, maar... Dit is een lang verhaal. Wat heb jij daar op je rug? De speech zegt niks. Hier een bochel. Heeft hij die bochel van die van? En een autobeen. Oh, wat een bofkont. Die is goed, hè? Ja, hij is wel grappig. Ja, dus als het zingen nou niks wordt, kan je altijd een grapje schrijven. Precies. Was jouw naam dan geweest? Oké, okay, dus als meisje. Vincent eigenlijk meisje was geweest? Maar dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Weet je dat niet? Nee. Oh jongens, oké. Okay. Dat vind ik een hele moeilijke. Nou, hoe zou jij jezelf genoemd hebben als meisje? Als meisje zou ik... Lisa. Lisa? Ja, Lisa. Nou, vind ik ook wel bij je past. Oké. Okay. Dus ja, een beetje wel. Ja. Heel erg bedankt. Dank voor de uitnodiging. Ja, heel graag. Heel erg bedankt. En tot ooit. Dag allemaal. Beep, 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 beep.
was het. Ja, maar weet je wat ik mooi vind? Iedereen zingt mee, danst mee, doet mee. Ja. En ja, dat is voor mij eigenlijk, het klinkt heel gek, minder werk. Ja. Want, ja, ten eerste. Zij eigenlijk treden zij bijna over. Treden zij bijna over voor mij. En ja, dat is ook wel weer. Ja. Dat is leuk hoor. Leuk hè? Hey, ik heb nog één envelop. Ja. Alle artiesten hebben een vraag gekregen. Door ons samen bedacht. Ja. Ja, ik heb er nog eentje voor je. Jij hebt vergeten de foto's. Nee, dat geeft het zeker niet. Hij moet nog op de foto, dan gaan we regelen. Maar eerste vraag, die is heel belangrijk. Ik denk dat ik weet welke dat erin zit. Even kijken. Wanneer en waarom heb jij voor het laatste keihard gelachen? Ja. Nou, dat is wel een beetje gênant. Oh. Ik was aan het slapen en ik werd wakker van een bepaald geluid van mezelf. Maar toen realiseerde ik me dat ik zelf was en toen moest ik heel hard lachen. En dat was? Een puffy. Ja! Ik kan er niks aan doen, weet je wel. Ik wil het, ja, ja, ik begrijp het wel. En ik was aan het slapen en ik was wakker en ik moest helemaal hard lachen. Waren de dekens ook aan het wapperen? Ja, het was in ieder geval heel warm. Is een leuk grapje. Maar jij moet nu op de foto. Ja, ik moet nu op de foto, want iedereen boos en dat willen we niet. Heel erg bedankt. Jij ook. En nou ja, we zien jou... Hopelijk tot de volgende keer. Vast wel weer. Ik vond het heel leuk. Top. Wij ook. Dankjewel. Doei. Jij bent vandaag alleen, Van. Ja, ik ben vandaag alleen. Ik heb besloten dat ik ik heb gezegd tegen Stan, kom nog op 4 uur. Ja. Dan zijn we dus eigenlijk al klaar. Ja, maar... En dan mag die komen. Ja, precies. Ja, dus dan hij dat toch zijn nieuwe aanleiding laten zien. Ja, eigenlijk al niet. Het feest team is vaak wel 2. Ja, precies. En, ik heb hem gewoon zien, jongens. Hij zit erop. Hij is ook. Oh, hij zit erop. Maar even draaien. Even draaien. Ja, dat ja, is hij wel. Maar hij is ook in gesprek. Ja, hij is er. Hij is eigenlijk altijd erop. Ik denk dat de mensen ondertussen wel een beetje weten. Ja, dat denk ik ook. Zo, kom eens roepen. Stan, heb jij tijd voor ZonTV? Ja, ik heb tijd voor. We hebben dit jaar iets nieuws, mannen. En we hebben er nog maar 2 over. Wij hebben de vragen van ZonTV. Oké. Het zijn hele spannende vragen. En je moet er één kiezen. En dan moet je antwoord op geven. Dit is, ik bedoel, dat is spannend, maar dit is ook spannend. Okay. Doe maar de linkse. Nou, pak maar. Ja, naar thuis gezien is het links. Oogdicht is misschien het beste. Kijk uit, kijk uit. Daar staat dit best. Oh, spannend jongens. Ik vond dit ook even spannend, dit momentje. Het was wel even een dingetje. Hij is er zo zenuwachtig van. Dank je. Oh, welke graag is het? Oh. Gat, ei, rijp, die ei, pomp. Dat was mijn boodschappenlijst. Wat doe je het liefst op je vrije dag? Oh. Nou, daar ben ik het antwoord aan op. Ja, optreden Bolderpop. Hé. Hey. Ja. En jij? Ja. Op een vrije dag. De meet en greet. Voetballen. Voetballen? Ja. Een vrije dag. Jongens, het laatste liedje gaat nu hier gebeuren. En voor mij zit het hier zo op. Wij maken het laatste liedje nog af en ik zie jullie allemaal volgend jaar.